ben Rudy Lange, ben 43 jaar en inmiddels 10 jaar fulltime schoenmaker hier in Appel. En ik doe het met zeer veel plezier. Op dit moment ben ik een haakje aan het vervangen van een wandelschoen, bergschoen. Nou, die haakjes die je hier ziet, dat is om de veter als het ware vast te houden als je hem strikt. Nou, hier is die er vanaf, dus we hebben een nieuw haakje. Die komt er zometeen op die manier weer op, zodat de veters weer gestrikt kunnen worden. En deze beste klant weer de paden op en de laan in kan met deze schoen. Nou, kan die zometeen nog even gestikt worden. Wat voor reparaties komen dan het meeste voor hier? De meeste reparaties die voorkomen, dat zijn toch wel dameschoenen. En met name waar de hakken van vervangen moeten worden. Wat ik hier heb bijvoorbeeld, het is een dameslaarsje. Waar de hak, nou je ziet, hij ligt wat los, maar die gaat er zo meteen, pakken we er eventjes vanaf. En je zult zien, het zijn eigenlijk gewoon standaard wat eronder zit onder zo'n schoen. Dat is echt puur plastic, wordt er gewoon machinaal ondergedrukt. Is niet heel sterk. Wat je ook veel ziet, wat we dan ook vaak doen, zo'n voorkant die los ligt. Waarbij we dan ook gewoon zorgen dat dat ook weer gelijmd wordt, dat het weer vastgemaakt wordt. Maar 9 van de 10, dat is niet helemaal waar, maar de meeste reparaties zitten vaak in de hakken. Die slijten gewoon als eerste. Dus daar zetten we er heel wat van op een dag. Hiervoor was ik psychomotorisch therapeut in een psychiatrisch ziekenhuis. Zo. Compleet wat anders. Ja. Dat deed ik 4 dagen in de week, ja. Dus 32 uur. Maar ik hield daardoor 1 dag in de week over. En toen ben ik eigenlijk vanaf meteen dat ik van school af kwam bij mijn vader, hier in de winkel dus. Toen was hij nog van mijn vader, 1 dag in de week gewoon als schoenmaker aan het werk gegaan. Zodoende heb ik eigenlijk ook het vak geleerd, om het zo te zeggen. Maar na 1 jaar of 10, zeg maar, dat ik van school af was, heeft mijn vader een hartinfarct gekregen. 5 omleidingen gehad. En in die tijd kon ik met mijn werk in Apeldoorn, was dat, kon ik het regelen dat ik hier in de winkel kon bijspringen. Net zo lang totdat mijn pa weer fit genoeg was om weer te kunnen staan. En dat heeft denk ik 5 maanden geduurd ongeveer. En in die 5 maanden dat ik hier fulltime dus werkte, kwam ik er ook achter dat een schoen repareren wat anders is dan een bedrijf runnen met alles wat daarbij komt kijken. En dus bedacht van, nou weet je, is dit nou wat ik wil? Het is voor mij een mooie gelegenheid om eens te kijken van, nou ja, ligt me dat wel, ligt me dat niet? En na die 5 maanden heb ik eigenlijk besloten om in Apeldoorn de deur achter me dicht te doen. We staan hier op dit moment bij de machines, ik noem ze eigenlijk de vergrootmachines, eigenlijk om schoenen op te rekken. De klant hier die kwam naar ons toe en die zei, joh, ik heb ontzettend last van mijn hallux valgus. Er zit hier zeg maar wat een verdikking en dan de kleine tenen kwamen in de knel. Mooie nieuwe schoen. Nou, dan komen ze hier en dan vragen ze of wij dat wat willen oprekken. We hebben hier nou een apparaat waarbij we de schoen er als het ware omheen kunnen trekken. En als wij eraan draaien, zoals je ziet, die gaat uit elkaar. Ga je met deze, gaat die achteruit. En daarmee kunnen we dus de schoen oprekken. Dus als ik hem eromheen zet. Dat gaan we doen. Trek hem eromheen. Die gaat dicht. Nu trekken we hem eerst achteruit. Komt de schoen op spanning. En vervolgens zul je zien in de breedte. En als je naar de schoen kijkt, wordt die in de breedte steeds verder opgerekt. Ja, dan zie ik er een hamer liggen. Ja. Gebruiken jullie die nog of wordt alles gelijmd tegenwoordig? Nee, we gebruiken tegenwoordig best wel vaak een hamer. Ook al is het verlijmd om dingen toch aan te slaan. Dat leer, dat werkt soms net als een lap vlees. Slaaien we het op, wordt het wat breder. Dus als die hier bijvoorbeeld wat ruimte moet hebben, kan je met deze hamer gewoon, als het ware hier op de zijkant. Op het moment dat je dat gedaan hebt, zul je ook merken dat je hem dan weer wat strakker kunt draaien. Probeer het trouwens niet thuis. Dit is een hamer met een ronde kop. Doe je dat met je huis, tuin en keukenhamer. Je slaat een keer op je leer. Snij je zo een hele kring erin. Dus don't try this at home. Ik heb bij mijn vader het vak geleerd. Ja. En op een gegeven moment wou ik wel gediplomeerd zijn. Ja. Dus ik wou gewoon een diploma. Dus ik heb de opleiding aangeschreven of het niet mogelijk is om examen te kunnen doen. Want ik had dat vak al wel in de vingers.
Toen hebben ze bij uitzondering gezegd, oké, dat kan, je mag examen doen, maar voor datgene waar je dus voor slaagt, daar heb je papiertje voor, waar je voor zakt, moet je misschien nog een paar uur naar school, maar dan hoef je veel minder naar school, kost je veel minder tijd om uiteindelijk je papier te halen. Dus ik heb examen gedaan, op alle onderdelen geslaagd en mijn diploma gehaald. Ja. Dus sec genomen alleen het examen gedaan en ik was klaar. En nu geef je ook les aan anderen? Nou ja, les aan anderen. Kijk, Rennie, mijn collega hier naast mij, die werkt hier al een heel aantal jaren. Maar ook besloten om de opleiding te gaan doen. Hij zit nu in de laatste 2 maanden van zijn opleiding, zeg maar. En daarnaast examen doen en dan is hij klaar. Ja. Ja. Wat overigens wel heel goed is, want hij brengt alle nieuwste technieken die ze leren op de opleiding weer mee het bedrijf in. Ja, weet je, als schoenmaker maakt puntje op de i is, is natuurlijk ook een eigen schoen kunnen maken. Wat je daarvoor nodig hebt is eigenlijk een lace. Dit is een houten lace. Dit is mijn voet. Dit is gemeten op mijn voet. Het is een standaard lace. Dan heb je eigenlijk een blanco lace. En vanaf daar ga je beginnen. Wat ik heb gedaan, ik heb eigenlijk een visgaatprofiel gemaakt. Ja. Ik heb eerst getekend wat voor model ik zou willen als schoen. En daarna heb ik hem op een papiertje overgetrokken. En dan begin je eigenlijk zo. Je model van de lace, die teken je tekent deze over op het papiertje. Ja. Dat ga je inknippen. Leg hem op je leest. En omdat je hem ingeknipt hebt, kan je hem overheen vouwen. En dan teken je heel je model uit op het papier. Oh, ja. En dit is eigenlijk het voorblad van mijn schoen. Nou, van 2D-dimensionaal naar 3D-dimensionaal gemaakt. Mijn schoen die wil ik eigenlijk rood, een beetje donkerrood, met allemaal zwarte accenten erin, van voor naar achteren, die niemand hebt. Wat er net gebeurde, was dat de zool zeg maar losliet van de schoen. Die zool die is gelijmd. Vervolgens hebben we de lijm weer helemaal laten verdrogen. Toen heeft hij hem verwarmd met een soort föhn. Dan wordt die lijm echt weer heel erg plakkerig. En dan gaat hij onder de pers. En die pers die komt ongeveer met 2,5 à 3 bar, drukt hij de zolen weer aan elkaar. Dat laten we ongeveer 40 seconden aan elkaar zitten, zeg maar. En in die 40 seconden pest hij als het ware alle lucht en alles ertussenuit. En die lijm die heeft dan tijd om te hechten, een soort chemisch proces, zodat hij echt helemaal vast komt te zitten. Nou, en dan gaat vervolgens de pers weer los. Dan maken we hem nog weer eventjes op kleur. Of als er iets geschuurd moet worden, maken we die randen weer mooi netjes. En dan maken we hem weer op kleur en dan gaat hij weer terug naar de klant. Alsjeblieft. Ja, ik zie hier allemaal verschillende zoltjes liggen. Is er zoveel verscheidenheid in zoltjes? Ja, dat klopt. Er is heel veel verscheidenheid in zoltjes. Maar dat heeft ermee te maken natuurlijk dames en heren. Er zit vaak wat andere materiaal onder. Maar wat je ook verscheidenheid hebt, dat is bijvoorbeeld als je zo'n hak hebt. Ja. Dit is een hak die gaat onder een schoen, maar die is heel erg buigzaam. Ja. Dus heel erg verend. Die gaat dan vaak onder een schoen waarbij het hele onderwerk ook heel verend is. Kijk, je hebt namelijk ook hakken. Ja. Ja. Deze was zacht, maar het ziet er eigenlijk hetzelfde uit. Maar deze is heel hard, bijna niet buigzaam. Ja. Als je dit zet onder een schoen waarbij de hak bijvoorbeeld hol is. Ja. Kijk deze, als ik daar de zachte onder zou zetten, zakt die letterlijk in het gat. Oh ja. Dus daar heb je een harde hak voor nodig. De zachte hak, die hoor je dus ook veel minder op straat. Ja. Dus als iemand aankomt lopen, hoor je dat bijna niet. Als je zo'n harde eronder hebt, die hoor je dus enorm. Dat hoor je echt gewoon iedere stap hoor je iemand aankomen, zeg maar. Sommige mensen vinden dat fantastisch, andere mensen zeggen, haal me dat ding er alsjeblieft onder vandaan, want iedereen hoort me aankomen. Ja, ik zie daar een prijslijst hangen. Ja, klopt. En wat mij opvalt is het verschil tussen dames en heren. Ja, klopt. Er zit prijsverschil tussen. Dat zijn dan ook de vanafprijzen, zeg maar. Ja. Kijk, als je bijvoorbeeld dames hebt, een paar hakken, dat kost 9,95. Dat is de vanafprijs. Maar als je een dameshakje hebt, bijvoorbeeld zo eentje, en dat moet vervangen worden. Dat is heel klein, veel minder werk. Als dat je bijvoorbeeld een herenhak hebt die zo groot is en die bijvoorbeeld ook nog eens een keertje schuin is afgesleten, dat je hem weer recht moet maken, hakt er weer onder. Ja. Dat heeft A met tijd te maken, maar ook met materiaal. Dit materiaal is gewoon vele malen duurder dan dat zo'n klein hakje is. Ja. En daar komt eigenlijk het prijsverschil vandaan. Aha. Tijd, maar ook materiaal. Ja, we leven een beetje in de wegwerpmaatschappij tegenwoordig. Ja. Kun je dat merken aan de schoenen, aan de kwaliteit? Dat kan ik merken aan de kwaliteit van de schoenen. Je ziet dat mensen toch wel een trend is dat ze op goedkope schoenen gaan lopen, waardoor ook sneller schoenen weggegooid worden op het moment dat ze versleten zijn. Aan de andere kant zie je ook wel dat de wat betere merken, dat we die weer veel in de reparatie terugzien, ook de betere damesmerken. Dus dat zie je wel, maar je ziet ook wel dat mensen
het sneller weggooien, sneller überhaupt niet in gedachten komen dat iets te repareren valt. Omdat ja, als het iets kapot is, dan gooi je het weg, koop je nieuw. Dit is bijvoorbeeld een hartstikke mooie bergschoen, maar zeker belopen. Maar het is een schoen van Hanwag. Koop je zo'n schoen nieuw, dan ben je zo 3,500 euro weer kwijt. De zool ligt compleet helemaal los. Dus deze man die vroeg, kan je hem niet voor mij weer vastlijmen? Nou is dat niet mogelijk, omdat dit als het ware helemaal afbrokkelt. Dit wordt een soort, ja, dit wordt weer stof, om het zo te zeggen. Nou denken mensen van, nou ja, hier kun je dus niks meer mee, dat gooien we weg. Maar wat wij bijvoorbeeld kunnen, dat is het complete onderwerk er weer onder vandaan halen. En dan heb je een Vibram. En die kan er gewoon, is compleet hetzelfde onderwerk. En die kunnen we er zo weer terug onder plaatsen. Wij kunnen hier bestaan in Hattem, want we zitten hier natuurlijk al heel erg lang. Maar als je het alleen van de Hattem zou moeten hebben, zouden wij hier niet kunnen leven. Een schoenmaker moet ongeveer 35.000 mensen aan klantenkring om hem heen hebben. Nou, in Zwolle zie je dat er een stuk of 5 zitten ongeveer. Nou, dat kan precies. Maar hier in Hattem hebben we 12.000 inwoners, dus dat is heel krap. Nou, we leven er toch met z'n tweeën van. Maar we hebben ook een haal- en brengadres nu in Heerde. Haal- en brengadres in Wezep. En verder komen vanuit de hele omgeving mensen met specifieke vragen, vaak paardrijlaars of andere dingen, komen ze hier naartoe, waardoor onze klantenkring gewoon wat groter is. En we hebben natuurlijk ook de voorkant, de winkel er wat bij, waarin we wat schoenen en tassen en dat soort dingen verkopen. Dus wij kunnen er nog steeds goed van leven. Maar landelijk gezien zie je dat het aantal schoenmakers toch in 3 jaar tijd van 700 zoveel naar onder in de 400 gezakt is. Dus er zijn heel veel weggegaan in een aantal jaren tijd. Dus waar dit mee gebeurt is stoom. En stoom is gewoon heet. Op dit moment ben ik een paar schoenen aan het stomen. Dit is een apparaat, zeg maar, wat ontwikkeld is voor de schoenreparatiebedrijven om vlekken uit leer te krijgen. Of uit kunststofschoenen. Hier zie je dat het allemaal een beetje vuil heeft aangepakt. Net als wat je met kleding doet, dat je kleding kunt stomen. Kun je tegenwoordig ook schoenen laten stomen. Daarmee haal je de vlekken als het ware uit je leer. Soms zijn vlekken zeer hardnekkig. Dan behandelen we ze eerst voor met een soort inweker. Vervolgens heb je ook een soort shampoo. En dan moet je het misschien een paar keer herhalen. Maar vervolgens kun je echt schoenen weer compleet op de originele kleur terugkrijgen. En mocht de kleur niet helemaal oké zijn, dan kunnen we ook nog de schoenen verven in alle kleuren die je eigenlijk zou willen. Deze winnaar beste praktijkopleider en winnaar beste weerbedrijf. Hoe kom je aan die diploma's? Ja, daar zijn we afgelopen jaar zijn we daartoe verkozen. Ze hebben ons gescreend als bedrijf zijnde en als persoon zijnde. En zowel als bedrijf en als persoon hebben wij van de provincie Gelderland die wedstrijd gewonnen. En dat ben ik best trots op, moet ik zeggen. Bekend gezegd is van niet je oude schoenen weggooien voor je nieuwe hebt. Precies. Maar ik denk dat jij zegt nooit je oude schoenen weggooien. Nee, absoluut nooit weggooien, want met iedere schoen, hoe slecht ook, we kunnen er iets mee. Goed, dankjewel. Oké.